Ik geef u straks het woord, mevrouw Simons. Maar ik zou dit eerst even willen afronden. Wat er buiten de microfoon gebeurt, kan ik niet horen. En nee, maar daarom zeg ik het u, daar heeft u beide een handje van. Ik geef u zo het woord. Voorzitter, ik vind het heel erg vervelend. U praat hier gewoon, in een vergadering. U praat gewoon door. Waar u niet ingrijpt op het moment dat ik u aangeef dat er hier een Kamerlid. Goedemorgen, zeg. Goedemorgen, inderdaad. Ik denk dat ik misschien maar even moet gaan schorsen. Dan kunnen we allemaal even een kop koffie nemen of een kop thee gaan drinken of een wandelingetje maken. Het is toch een kleuterklas hier? Ja, zegt u dat tegen mij? Dat zeg ik tegen iedereen inmiddels. Omdat u mij aankijkt. Omdat u het woord vraagt zonder dat u het woord krijgt, mevrouw Simons. Ik heb u met alle egaars behandeld. U heeft het woord eerder gekregen in de volgorde omdat u om 12 uur weg zou gaan. Dat was een inhoudelijke bijdrage, voorzitter. Er zit hier een Kamerlid buiten. En ik vraag u als voorzitter om in te grijpen als dat gebeurt. Ik zou me heel graag in deze ruimte net zo veilig willen voelen als ieder ander. Dit is een wetgevingsoverleg. Emancipatie. Emancipatie. En ik vind het echt een schande dat wij deze kant van dit parlement aan de toehoorders laten zien. Dat we op deze manier met elkaar een debat willen voeren. Het opvoeden van mijn 4 kinderen thuis is makkelijker dan het leidinggeven aan deze vergadering. Dat begrijp ik heel goed. Nee, mevrouw Simons, u heeft niet het woord. Want wij gaan op een andere manier hier in het huis met elkaar om. U krijgt het woord. U spreekt via de voorzitter. Dan kunt u mij zo aankijken van mens, zak erin. Maar dat is hoe wij het hier doen. Dat is hoe we het hier al jaren doen. Jaren. En voor u gelden geen andere regels dan voor alle andere leden die hier aan de tafel zitten. U neemt het woord, continu, zomaar. Drukt u op die knop, gaat u praten. En dan kunt u wel zo doen, maar u heeft niet meer rechten dan alle andere leden hier aan deze tafel. Ja, u kunt met uw hand omhoog blijven zitten, maar ik was bezig om een interruptie van de heer De Hoop op mevrouw Van der Plas af te ronden. En tot die tijd moet u even wachten. Dus ik geef nog even het woord aan mevrouw Van der Plas.